Dag dames en heren, hoe groot zijn de verschillen tussen de Design Academy en het Sint-Lucas? Sint-Lucas is een mbo-opleiding voor creatieve vakken. Dat is een interessante vraag, omdat de directeur van de Design Academy na de zomer aan de slag gaat als directeur van het Sint-Lucas. Igor van Hoof is dat en hij is vanavond bij mij te gast. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Van Hoof, welkom. We zitten hier in de wonderkamer van Piet Hein Eek, onderdeel van zijn complex op Strijp R. Yes. U haalde een tijdje geleden het nieuws, omdat u bent directeur van de Design Academy, maar begint binnenkort als directeur van het Sint-Lucas, ook een opleiding, ook in Eindhoven, maar toch wel een andere. Ja. Sommige mensen zullen zich daar wel over verbaasd hebben, van zo'n prestigieus instituut naar een... wel bijzondere, maar toch hele reguliere, onder andere mbo-opleiding. Oké, nou ja, dat zou kunnen. Heeft u dat niet vaak gehoord? Dat zou kunnen. Nee, die vraag is wel wat eerder gesteld. Maar in alle eerlijkheid, dat verbaast mij zelf eigenlijk ook. Omdat wat mij betreft een loopbaan niet gaat over hoe prestigieus de organisatie is waarvoor je werkt. Maar meer gaat over waar je voor werkt. Of dat bij je past en of dat goed voelt. Daarnaast is het zo dat inderdaad de Design Academy een heel erg sterke, krachtige naam heeft, zowel regionaal als nationaal als internationaal. Maar dat ik van mening ben dat het Sint-Lucas voor deze regio wellicht minder geprofileerd, maar zeer zeker ook een hele grote waarde vertegenwoordigt. En wellicht dat we daar nog op aan toekomen. Maar het voelt voor mij helemaal niet als een stap van een prestigieuze naar een andere soortige organisatie. Zijn er verder verschillen tussen die twee opleidingen? Ja, uiteraard. Er zijn hele grote verschillen tussen de twee opleidingen. Het is, het is zo dat ze allebei in deze regio zitten. Om maar even met de overeenkomsten te beginnen. En Sint-Lucas doet heel veel natuurlijk met toch ook wel creatieve dingen. Nou, dat is een andere overeenkomst. Je zou kunnen zeggen, het is in dezelfde keten. Het is vooral grafisch en techniek. Ambachtelijk, grafisch, media. Dus het is in zoverre zou je kunnen zeggen, daar zitten overeenkomsten. Regionaal en dezelfde keten van onderwijs. Waarbij Design Academy zich natuurlijk wel heel specifiek toelegt op design onderwijs. En daarmee beginnen de verschillen al. Een ander verschil is inderdaad dat de ene school een hbo-instituut is. Waar ook onderzoek een rol speelt. En het Sint-Lucas een school is die wat meer op de praktijk gericht is. Een ander belangrijk verschil is de schaal. Design Academy is groot qua naam, maar eigenlijk klein qua organisatie. Ja, hoeveel studenten heeft dat eigenlijk? Zo tussen de 750 en 800 studenten, verspreid over de verschillende designopleidingen. En verspreid over een bacheloropleiding en een masteropleiding die daarop volgt. Daar waar het Sint-Lucas rond de, even uit mijn hoofd, 3200 leerlingen. Oké, dus dat is vier keer zo groot. Is echt gewoon vier keer zo groot en daarmee ook als organisatie, qua organisatie, wat ook een beetje mijn vakgebied is, een ander soort organisatie is als de Design Academy. Ja, want u hoeft de docenten niet te vertellen hoe ze hun vak moeten geven. Absoluut niet. Als dat zou moeten zijn, dan zou er op beide scholen een groot probleem zijn. Ik ben... In die zin is het ook wel belangrijk, u opende net met Igor van Hoof, directeur van Design Academy en dadelijk directeur van Sint-Lucas. Ik ben lid van het college van bestuur van de Design Academy samen met een onderwijsdirecteur of lid van het college en een wat meer vakinhoudelijke designdirecteur. En dadelijk bij het Sint-Lucas ben ik samen met mijn collega Ruud het college. Ja. En zullen wij ook weer de portefeuilles onderling verdelen. Ja, want zeker bij de Design Academy hebben we natuurlijk ook wel, juist in die samenwerking in de top, een aantal roerige jaren achter de rug. Maar dat was toch waar u juist vooral rust in gebracht heeft. Kunnen ze wel missen? Nou, ik wil dat graag zo zien. Maar ik heb dat natuurlijk sowieso niet in mijn eentje gedaan. En het klopt dat bij mijn begin bij de Design Academy al vrij snel duidelijk was dat er een aantal zaken onder druk stonden. Er waren grote ambities op het gebied van onderwijs en op de een of andere manier was de organisatie op dat moment niet klaar en niet rijp om die veranderingen door te voeren, op te pakken. Dat heeft geleid tot schermutselingen,
En helaas ook tot pijnlijke consequenties voor mijn toenmalige collega Annemiek Eggenkamp. Dat ligt achter ons inderdaad. We hebben toen de schouders eronder gezet. Ja. Het onderwijs centraal gesteld, gezegd van waar gaat het hier ook alweer om op deze school. Deze academie die al 65 jaar bestond en waar ontzettend mooie en goede designers vandaan gekomen zijn, heel veel. Ja, want als u daar toch, hè, als u zelf geen designachtergrond heeft, wat ik begrepen heb, dan lijkt het me lastig om naast u te zien gebeuren dat eigenlijk in het designwereldje ook allemaal kritiek ontstaat. Ja. Over hoe de school zich juist zo vakinhoudelijk ontwikkelt en profileert. Ja, misschien, dat is lastig om daar invloed op te krijgen. Nou, misschien is het daardoor juist wel makkelijk. Want was ik zelf iemand geweest die midden in dat inhoudelijke krachtenveld geopereerd had, dan was ik ongetwijfeld ook onderdeel geweest van die discussie. Mijn rol is in die zin geweest om met die academie te zorgen dat die jaren die even wat moeilijker waren, dat we daar goed doorheen kwamen. Dat onze studenten daar zo weinig mogelijk last van hadden. En dan nog wat andere dingen die een operationeel directeur doet, zoals kijken naar financiën. Laten we zeggen, de Witte Dame is natuurlijk ook een recentelijk thema. Ja, want daar bent u samen met, was u samen met de Bibliotheek Eindhoven, eigenaar van het pand. Klopt. Terwijl het pand steeds minder gebruikt werd natuurlijk. Maar kunnen we het zo misschien nog over hebben? Ja, ik hoef niet uit te leggen dat er in het vastgoed wereldwijd, nationaal, maar ook in Eindhoven de afgelopen jaren veel veranderd is. De Witte Dame is een iconisch pand in het centrum van onze mooie stad. Met prachtige huurders. Maar er was ook leegstand. En dat had alles te maken met een transitie van Philips Design naar de Hightech Campus. En wat op zich een hele logische beweging was. Sorry? En een nieuwe rol van de bibliotheek. Een andere veranderende rol van de bibliotheek. Die overigens wel binnen de stad op meerdere plekken natuurlijk consequenties heeft gehad. Maar ook op de centrale locatie in de Witte Dame. Dus al met al ontstond in de periode 2011, 12, 13 steeds meer een beeld van prachtig pand. Waar wij ook nog langjarig zullen blijven zitten, dat is ook echt afgesproken. Maar een pand wat eigenlijk niet door een school en een bibliotheek geëxploiteerd kon blijven worden. Dus in de goede tijd die daarvoor lag, was het een appeltje-eitje. Maar een school is er om les te geven en een bibliotheek om boeken uit te lenen, in de oude setting zou je kunnen zeggen. En niet om grote gebouwen te ontwikkelen. En hoezeer hangt die Design Academy eigenlijk ook aan dat gebouw en vooral het verleden ook, hè, met inderdaad Philips Design dat er gezeten heeft en in de achtertuin eigenlijk alle andere afdelingen van Philips. Is dat nog echt een stukje van die opleiding? Ja, ik vind van wel. Je kunt zeggen dat de Design Academy wellicht ook op een andere plek in Nederland had kunnen zitten. Maar ik draai het toch echt altijd om. Het is zeker geen toeval dat wij hier zitten. De Design Academy komt voort uit, laten we maar zeggen, die vroege oriëntatie van deze regio op goede producten, technisch goede producten, maar ook de vormgeving ervan. Dus de academie heeft een historie die heel goed ook te linken is aan deze regio, bijvoorbeeld uiteraard aan Philips, maar ook aan de hele keten daaromheen. Ja, want het lijkt mij wel, er zijn meer opleidingen voor industrieel design, die zijn misschien nog wel meer techniek georiënteerd, terwijl je juist met het Philips verleden zou verwachten dat hier nog sterker is, terwijl de Design Academy een veel artistieker imago heeft. Nou, maar ik denk dat die daar ook zit. Ik denk dat Philips in itself natuurlijk de technische motor was. En de toeleverende industrie in deze regio daaromheen. En dat men juist op zoek was, en daardoor de academie ook die wat meer artistieke rol heeft kunnen oppikken. Omdat die twee dingen elkaar aanvulden. Als wij de technische kant op zouden gaan, heel erg, eenzijdig. Ja. Wat hadden we dan nog toe te voegen aan bedrijven als Philips of ook heel veel andere bedrijven op dit moment in de regio. Dus ik denk juist dat het die aanvulling op elkaar is geweest die gemaakt heeft dat de Design Academy nu is wat die is. Ja. Terwijl je bijvoorbeeld bij de Dutch Design Week eigenlijk weer meer het tegenovergestelde ziet. Dat heel lang het imago had van mooie vazen en tafels en stoelen. Ja. En dat daar nu juist wel meer het gebruik van innovaties gebruikt wordt om die week meer kracht te geven. Ja, om te beginnen wil ik, en zo ver, ik ben geen designer van mijzelf, maar ik heb de wereld natuurlijk wel leren kennen. Design is natuurlijk al veel langer. Veel meer dan een tafel en een stoel en een lamp. Het is social design, oplossingen voor demografische uitdagingen, duurzaamheid. Dus designers zitten wat dat betreft overal. En de Design Academy heeft die ontwikkeling ook
volop mee doorgemaakt. En ik denk in die zin dat wat je in een Dutch Design Week tegenwoordig ziet, is feitelijk ook gewoon een bewijs daarvan dat het een hele brede sector is die op allerlei manieren vanuit het ontwerp toevoegt, meedenkt, innoveert en creatief is. Ja. En hoeveel daarvan kunt u nou straks meenemen naar het Sint-Lucas? Nou, ik denk, ik kom uit het bedrijfsleven van tot 2011, 14 jaar bij een grote dienstverlener gewerkt. En toen ging ik naar het onderwijs en toen zeiden mensen, jemig, wat ga je in godsnaam compleet anders doen? En ik wil daar toch ook in zekere zin de betrekkelijkheid van duiden, want uiteindelijk ben je ook met vergelijkbare processen bezig. Namelijk, je stelt doelen en die wil je bereiken en die moet je bijstellen. En je hebt met mensen te maken die dingen meteen oppikken en vooruit willen. En je hebt met mensen te maken die daar wat meer moeite mee hebben. Dus ik vind grosso modo een dag op de academie qua inhoud heel erg lijken op een dag die ik vroeger bij mijn vorige werkgever had. Dus wat je opbouwt in je leven neem je mee naar de volgende stap. En om dan maar steeds te zeggen dat de wereld van het onderwijs zo helemaal anders is, gaat eigenlijk niet op. Nee, maar de wereld van het design is misschien wel weer heel anders dan, dan een gewone school of een ziekenhuis. Of... Ja, het is grappig dat je de wereld van design als bijvoorbeeld vergelijkt met een ziekenhuis. Maar in zekere zin kan je daar ook zeggen, in een ziekenhuis werken professionals en werken maatschappen met hun eigen ideeën en hun eigen aanpak. En op een design academy werken ook professionals binnen afdelingen met een richting en een idee. Dus je zou juist daar weer ook de vergelijking kunnen maken. Natuurlijk zijn er ook verschillen, want onderwijsmensen zijn mensen die natuurlijk heel vaak vanuit een didactische drijfveer met het ontwikkelen van talent van jonge mensen bezig zijn. En dat is iets wat onderwijs kenmerkt. Dus dat is ook weer een verschil. Dat betekent ook dat onderwijzers heel erg vanuit de inhoud van hun vak redeneren en soms wat minder vanuit het belang van de totale organisatie. Maar daarin zie ik ook weer net zoveel overeenkomsten als verschillen. Dus wat neem ik mee naar het Sint-Lucas? Ik neem mee de persoon wie ik ben, die ik de afgelopen, nou laat ik zeggen, 20 jaar in professionele zin, hoe ik mezelf ontwikkeld en gevormd heb. Daar zit een stuk creativiteit vanuit het commerciële in. Maar er zit ondertussen natuurlijk ook een stuk gevoel vanuit dat onderwijs, de didactische principes, hoe komen jonge mensen bij je binnen? Hoe gaan ze 4, 5 jaar later de school weer uit? En ik heb er heel veel zin om dat met dit prachtige instituut in Eindhoven en in Boksel. Hè? Want je opende met Eindhoven, maar het Sint-Lucas is misschien nog wel meer verankerd in het Bokselse. En heeft hier in Eindhoven in die zin nog een positie die nog doorontwikkeld kan worden. Ja, destijds kwam het over alsof de Eindhovense school, zoals het heette, werd overgenomen door dat schooltje daar in Bokstel. Ach, ja. Maar intussen lijkt het toch steeds Eindhovenser te worden. Dat nou, het is voor mij te vroeg om te duiden waar het zwaartepunt ligt. Hoe belangrijk is daarin straks de verhuizing naar Strijp S, als het onderdeel van het NatLab gaat worden? Ja, laat ik het zo zeggen. Ik zie het dus nu als twee instituten die samen één aan het worden zijn. En nogmaals, het zijn eerste bevindingen. Maar daarin zie ik geen groot verschil van de een trekt er harder aan of de ander. Ik denk wel dat de stap die binnen Eindhoven nu gezet wordt, door op zo'n markante plaats op Strijp S, ik reed er op weg hier naartoe, weer even langs denk je, wauw, wat geweldig dat we hier deze ontwikkeling kunnen gaan maken, ook in deze tijd. Dat een prachtig industrieel pand nu weer eigenlijk een beetje à la Design Academy in de jaren 90, nu deze invulling gaat krijgen. Waar we state-of-the-art moderne technologie toe kunnen gaan passen om een goede onderwijsinstelling te maken. Ik denk ook dat het een kroon is op Strijp S in zoverre dat daar ook gewoon nu zo'n groot onderwijsinstituut komt. Dat hoort daar ook. Ik kan me bijna niet inhouden om mijn enthousiasme over die ontwikkeling uit te spreken. Het is voor Eindhoven goed, het is voor de studenten van het Sint-Lucas een absolute, denk ik toch wel, inspirerendere omgeving dan waar ze nu hun lessen krijgen. Geweldig. En dat nogmaals in deze tijd zo'n ontwikkeling door kunnen maken, dat zegt veel over de kracht van het Sint-Lucas. Nou liggen wel voor die nieuwbouw daar de plannen eigenlijk al voor een groot deel
vast, ja. heb ik begrepen. Stapt u dan niet net te laat in dat er eigenlijk niks meer aan te veranderen is? Of komt de lastigste klus? Ja, komt waarschijnlijk. Nee, het is niet mijn doel op zich om dingen te veranderen. Want dingen die goed zijn, die verdienen het om doorontwikkeld te worden. Ik kom, denk ik, wat dat betreft op een prachtig moment binnen. Dat er zijn ideeën. En als je langs het pand rijdt, dan zie je ook meteen de potentie van. Het hele keuzeproces van met wie we het gaan doen. En het hele proces van de timetables die eronder liggen. En de mogelijkheden die we hebben. Dat begint nog. Dus ik denk dat ik de komende jaren daar echt nog wel mijn rol in ga spelen. Dus ik kijk er niet zo naar in termen van te laat. Geweldig dat we tussen nu en 2016 hier een nieuw instituut uit de grond stampen. Wat tot in lengte van jaren een aanvulling zal zijn op Eindhoven en Strijpes. Ja, want u bent ook actief in een aantal maatschappelijke functies. Raad van Toezicht bij de Lumensgroep onder andere en nog een paar andere functies. Mm-hmm. Hoezeer kan het Sint-Lucas ook zeg maar in dat maatschappelijke veld van Eindhoven en hoe Eindhoven zich profileert, daar ook een rol in spelen? Zit daar samenhang in? Ja, zeker. Ik vind het een hele mooie vraag overigens. Want het is ook de kracht van deze stad dat partijen elkaar op de een of andere manier, op een organische of een natuurlijke manier, hoe je het maar wil noemen, weten te vinden. En dat geldt voor de Design Academy met de stad Eindhoven en dat geldt voor het Sint-Lucas College. Het Sint-Lucas heeft al op verschillende manieren eerste stappen gezet om met die stad dingen te doen. En ik denk dat bijvoorbeeld het feit dat we op strijp S gaan zitten, ook weer zo'n signaal is dat je deelneemt in de ambities van deze stad. En wat mij betreft is de sky the limit in het opzoeken van samenwerking, omdat ook daar de kruisbestuiving ligt tussen studeren op een instituut als het Sint-Lucas, maar ook de weg vinden in die werkelijke samenleving daarbuiten. Dus als wij onze studenten kunnen laten deelnemen in evenementen, ik noem maar iets, de Marathon Eindhoven. Of allerlei andere ontwikkelingen. Of participaties met verschillende bedrijven. We kunnen los. We hebben duizenden jonge mensen die de weg naar de samenleving aan het verkennen zijn. En laten we dat zeker ook in Eindhoven en Groot Eindhoven. Hè. We hebben ook nog Helmond, Tilburg, Den Bosch. Dus ongekende mogelijkheden. En dat zijn wel ambities die u heeft om daar die opleiding nog verder in te helpen? Ja. Ik heb de ambities voor het Sint-Lucas zijn heel in het kort, er zullen er heel veel gedetailleerd zijn, maar vooral ook deze gezonde, goede school gewoon ook gezond en goed houden. Dus niet daar met een bril naartoe gaan van alles moet anders, maar gewoon koesteren wat er al opgebouwd is, door onder andere ook door mijn voorganger Walter Tiebels. Andere ambities liggen meer op het vlak waar ik net over had, om de school binnen die stad nog meer naam en nog meer cachet te geven, als dat hij nu al heeft. Ja, we gaan dat graag volgen, wat daar allemaal van terecht komt en hoe die nieuwbouw en verhuizing gaan verlopen. Heel veel succes in die nieuwe baan. Wanneer begint u eigenlijk? Het schooljaar. Okay. Dus ik rond het schooljaar binnen Design Academy af. En dan ga ik lekker een paar weekjes op vakantie. En in september, eind augustus, treden we aan. Kijk, nou, ja. Heel veel succes daarmee. Dank u wel voor dit gesprek. U ook bedankt. Ja. En u bedankt voor het kijken naar Spotlight. Volgende week zaterdag, dan zijn we natuurlijk weer. Dus heel graag tot dan.